Met appel en kaneel en suiker, vind ik wel lekker. Denk een gewone, niet een ding met zwarma wat je tegenwoordig hebt. Kaas en gember. Het is eigenlijk een beetje wat ik vroeger ook at. Een beetje bloem, ei en melk. Zo simpel kan het zijn van een pannenkoek, zou je denken. Heeft iedereen nou zijn eigen recept of lijkt het op elkaar? Ik moet wel zeggen dat bij ons is het heel erg uniek. Alleen mijn partner en ik weten het. En het komt in blanco zakken binnen. Mochten er allergieën zijn, dan kunnen we wel het een en ander over kwijt. Maar dat weten we alleen wij. Geheime recepten dus. En blijkbaar werkt het, want de terrassen zitten hier elke zomer vol. En dat allemaal omdat één dame eind 19e eeuw het eerste terras voor pannenkoeken opent in Lage Vuurse. Het is natuurlijk makkelijk, snel. Veel mensen, kun je veel bakken. Vroeger was het alleen met suiker en stroop of als je luxe was appel. En sindsdien is de populariteit alleen maar toegenomen. In Lage Vuurse staat wel bekend omdat ze de lekkerste pannenkoeken hebben. Vroeger als kind gingen we al vanuit Zuid-Holland hier een uitje doen. Pannenkoeken eten in Lage Vuurse. Hier is het entourage natuurlijk wat mooier in het bos. Dit terras is het erover eens. Een echt goede pannenkoek moet niet te vet en goudbruin zijn. Als je hem op hebt, moet je denken, ik wil er nog één. Je moet niet het gevoel hebben van, wat een ding zeg, of je laat stukken liggen. Hij moet helemaal op. Hoe bekend dit dorp in de pannenkoekenwereld ook is, sommige mensen komen hier stiekem toch voor iets anders. Wij komen eigenlijk gewoon voor de prinses. Voor de poort hebben we Drakenstein en een Lage Vuurse. En verder van pannenkoeken weten wij alleen van onze vragensteller.